Jongens en meisjes, ik neem jullie mee naar heel lang geleden, naar het jaar 365. Dit is de tijd van de Romeinen. Kijk maar eens hoe ze zich voorbereiden op de strijd die zij moeten leveren voor het Romeinse Rijk. Als we verder lopen, dan komen we op de markt die zojuist begonnen is. Elke dag verkopen de kooplieden op een verzamelplek buiten de stadspoort hun beste producten aan het volk. Heeft u misschien wat eten voor me? En hé, wie zie ik daar? Als ik me niet vergis, staat Maarten daar met zijn vader. Maarten is inmiddels een jongen van 17 jaar, die niet goed weet wat hij later moet gaan doen. Hij reist het hele land door om zich te melden bij het Romeinse leger. Start! Oh, stop! Ah, hij is toch best wel goed. Misschien moeten we hem er maar bij nemen. Hallo, mag ik misschien wat eten of drinken? Een beer. Dank u wel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, halt! Met deze dappere daad gaat Maarten het leven van de bedelaar. Samen betreden ze de stad waar Maarten hem onderdak biedt. Hoera, hoera, wat hebben we voor een leven? Hoera, hoera, wat hebben we voor een pret? Laat ik mikkelen op zal op de stoep en ik de Rijn nog leven. Mikkelen op zal op de stoep en ik de Rijn nog gewoon. Hoera, hoera, wat hebben we voor een leven? Hoera, hoera. We hebben een boer, red ik het echt. Thank you.
Sintermechten. Vandaag is Sintermechten, morgen Sinterkrukken. Komen de goeie herten, maar de heer en zeker. Kom maar op de turmke.